Het is echt hoogste tijd dat ik mijn kast ga uitmesten. Alles wat ik niet meer draag gaat in zakken richting het goed in Zaandam. En daar ga ik laten zien hoe het wordt verwerkt en hoe ik het weer ga verkopen. En dan ga je ook zien wie de nieuwe eigenaar wordt. Dus eigenlijk is dit het hele circulaire systeem op microniveau. Moet even uitgehangen worden, maar kijk hoe leuk die mouwen. Dacht ik, oh handig camera, maar hij past er net niet in. En deze heb ik in de kringloop gekocht, dus die gaat nu weer door naar de kringloop. Heel mooi, niks mis mee. Draag ik nooit, maar ga ik nog wel dragen. Ja. Die krijgt nu een tweede kans ook hier. Is die over een tijdje weer niet gedragen, dan gaat die weg. Maar dit is zijn eerste kans, dus die verdient die. Dit is nu alle kleding die ik moet gaan uitzoeken. Australian jasje, 90s hitje. Deze vette boots. Maar ik ga het toch niet aandoen. Ik wil die vrouw zijn, maar ik ben het niet. Zo'n etnische blouse. Eigenlijk een overhemd, want het is voor mannen. Ja, het patroon is geweldig. Het materiaal, de pasvorm. Dus deze hou ik toch. Want ik heb gewoon vergelijkbare sweats in dezelfde kleuren die ik dan vaker pak. Deze veel te dure North Face Supreme trackpant met snakeskin print. Het is een high-waist rok die helemaal uitloopt in een glitter pistache. Kleur, materiaal, geweldig, maar hij is te klein. Iets wat ik geweldig mooi vind. Wat ik te vaak nu in fotoshoots of in vlogs of in televisieprogramma's aan heb gehad. Dus deze gaat lekker weg. Die mag naar de volgende. Yes! Allemaal nette stapeltjes. Schoenen eronder. Hier zie je dus heel veel vuilniszakken. 10 vuilniszakken voor het goed in Zaandam. Kijk, dit rekje is ook gehalveerd. Heerlijk. Goedemorgen. Gesproken. Even kijken of ze al aankomen. Ik heb zo meteen afgesproken met twee mensen van het goed. Om mijn kleding ophalen. En dan ga ik met ze mee en kijken hoe het dan wordt verwerkt. Alles zit in de bus. Gaan we, jongens. Ja. Hoi. Hey. Maar doen jullie dit de hele dag rondrijden? Ja. Leuk. Bezorgen. Amsterdam. Zaandam. Ja. Leuk. We rijden over rond. You know them stakes is high. High. You know them stakes. Talking about. Wat is nu het eerste wat er gebeurt als de kleding bij jullie binnenkomt? Kim is dan de kledingspecialist en die gaat dan selecteren van joh, wat voor kwaliteit is het om ook een goede prijsindicatie te kunnen maken. Ja. Ja, want dat is echt wel een vak. Ja, ja, want er zitten zoveel verschillende dingen tussen. Bijvoorbeeld deze schoenen. Waar let jij dan op als je deze let ook op de hak, of de hak goed is, dat is voor ons heel belangrijk. De hak moet nog goed zijn. En is het niet beschadigd? Is het echt leer? Leer is bijvoorbeeld duurder dan gewoon plastic. Ja. Als het niet bruikbaar is, dan gaat het nog weer een stap verder, hoor ik net. Ja, dan gaan we het tot filtertassen maken. Oh ja. Ja, we gaan alle stof gebruiken. Dat is ook weer recycled. Dus. Ja, ja, absoluut. Maar dan maken we weer een nieuw product van. Ja. Ja. En dan heb je gewoon een product met een heel goed verhaal, wat ook leuk is om cadeau te geven. Ja. Ja, wat is dat, textiel? Dat is allemaal textiel wat binnengekomen is. Ja. Ik zie jullie de 25, succes hè? Yes! Yay. Doei! Doei. Hey, good morning. Het is zaterdag, de dag van mijn closet sale. Oh, alle
fluo's bij elkaar. Wat goed. Zo leuk uit dit. Met die lopen en alles. Die jurk. Hier zie je gewoon alles wat ik al ook nog heb gedragen. Wat gewoon heel gek is. Ja, en hier dus. Ja, leuk hè. Maar het ziet er echt heel leuk uit. En welkom bij het Goed is aan Dam en bij de closet sale van Roosmarijn Koster. En wat fijn dat jullie er allemaal met grote betalen zijn. En vooral ook omdat we een goed doel gaan steunen aan het einde van de dag. We schenken bij de opbrengst aan de kledingbank. Dus het komt dan echt ten Oh ja. Maar ja, dat heb ik nu ook. Oh ja. Met deze heb ik ook vintage. Alles wat ik nu aan heb, is vintage. Ook deze ring, alles. Ik zie dit voor het eerst, maar dit is dus nu voor 5,95. Ja, koop je. Toch een hele goede kleding ook. Dit is de meest besproken broek van mijn hele kledingkast. Dat is niet normaal. Oh! 30? Heel goed gedaan. Ja, dat is echt heel leuk. Kijk, mijn zus heeft ook een paar items weten te stiepen. Oh, dat pakje lekker voor de... Oh ja. Ja. Meer, maar dit is dus van kast tot kast. Dus nu gaat het van mijn kast regelrecht naar jouw kast. Had korter gekund. Ik zie een aantal dingen uit mijn kast. Oh. Terug naar jouw kast. Sorry. Heb je iets gevonden? Een boek? Oh, dat boek is vet. Hoe vaak ik deze heb aangehad. Eigenlijk is het winkeltje te klein. Met deze goede schoenen erbij. Ja, ik hou deze schoenen graag zo. Deze hele look kan jij gewoon zo doen. En wat kost deze jurk nu? Ja, 15 euro. Ja, top. Dus die gaat zeker wel mee naar. Brenda, kijk, deze drie items heb jij gevonden. Ja, mooie lichtblauw. Ja, leuk. Leuk dat jullie zijn gekomen. Ja, echt veel plezier ermee. Kijk, deze muts was eerst van mij, die gaat nu naar jouw kast. Ja, die gaat zeker. Deze hele look is ook kringloop. Kringloop. Pak je die ook? Ik denk dat. Het? Ja, heel blij mee. Oh, wat leuk dat jij deze hebt gepakt. Ja, heel leuk. Jou ook te ontmoeten. Ja. En ik neem ook je fanny pack mee. Van de fans die zelf gemaakt? Ja. Dochtershow pas ik er niet in. Ik wil niet dat hij op knoppen staat. Maar dus voor haar vind ik hem wel heel leuk. Ja. Leuk. Jij hebt echt heel veel gescoord. Ja, hoor ik wat. En alles past. Je hebt het al geprobeerd. Ja, wat zeker. Leuk. Ja. En dus dat gaat gebeuren bij deze. Het staat je heel erg goed. Nou, dankjewel. Wat heb jij intussen, Stad? Ja. En? We zitten op 337. Yes. Dus ja. Ik weet nog niet wat het bedrag is. We gaan nu die check overhandigen aan de kledingbank. Super trots om te zeggen dat wij 1240 euro. Wat een uitslag, hè? Ja, ik ben echt in shock. Had jij dat verwacht? Nee, helemaal niet. Nee, we zo enthousiaste mensen en zo leuk om te zien. Mandjes vol gingen eruit, hè? Ja, top. Dank jullie wel. Dank jullie wel.